Oké, dan zijn we weer lege blazen. Blaas hier is volledig leeg. Op enkele druppels na. Kijk, helemaal leeg, dat lukt niet. Probeer het wel. Heb je goed afgeschud? Ik ging voor de lasso. Kijk, mijn techniek is de schud en knijp combo een beetje, weet je wel. De schud en toch wel een beetje knijpen. Schud. Ja, gewoon ja, de schud en knijp. Combo. Geen depper, je bent geen depper. Ja, dat is een typische depper. Dat is een deppertje. Wie dept er nou tegenwoordig? Ik ken mensen die deppen. Dat zeg je nu wel, maar niemand dept hem. Er zijn meerdere mensen die ik ken deppen. En je vroeg hetzelfde en je zei ja, ik dep hem. Waar dep je hem tegen hem aan? Tegen een eigen papiertje. Hand? Tegen een palm van een hand? Waar heb je het nou over? Ze pakken gewoon een papiertje en deppen die laatste druppeltjes weg. Ja. Maar die mensen spreken ik ook gewoon niet meer nu. Nee, dat moet je ook niet doen. Ben je nou een man of niet? Ik heb dan altijd mijn Facebook vriendenlijstje erbij. Vraag ik van, ben je een depper? Zeggen ze ja, dan gaat het direct onvriend. Weg zijn ze. Nou, zo gaan die dingen. Het is ook wel makkelijk om je lijst wat kleiner te maken. Hoezo? Wat is dit? Stop! Oké, dit heb ik geleerd. Ja, het vuurtje. Gebruik je vuurtje. Was je bang? Nee, niet echt. Was jij bang? Niet echt. Waarom pak die papiertje zich nog op? Je kan op sommige objecten klimmen met spatiebalk. Spatiebalk. Zeggen ze dat? Ja, bij het kistje net. Laten we dat even doen dan. Klim maar even op hoor. Gebruik die beentjes dan ook maar gewoon, als je die toch hebt. Waar wil je nu heen klimmen? Niemand weet het, maar het kan gewoon. Kun je hier ook op klimmen? Spatiebalk. Ik zal spatiebalk een keertje proberen in te drukken. Ja. Aan mijn beeld hoor, ja ik zag het. Zeker wel. Goed hoor. Goed geklommen. Wow, wat gebeurde er? Waar zit ik nou? Oh, wat is dit? Je bent een spook. Dat is nou die onverwachte twist. Twist. Meneer. Hij begint nu een beetje vervelend te worden. Ik weet helemaal niet wat er gebeurt in dit spel. Ja, ik ook niet. We doen wel dingen, hè. Hier, klimbare muren. Hier, zal ik het klimmen? Ja, beklim het alsjeblieft. Zal ik het heel even klimmen? Want het kan echt niet klimmen, hoor. Daar klom ik een 10 keer zo hoge muur. Ladder, waar? Hier, trap. Nee hoor! Die kun je niet beklimmen! Nee! Dit moet beklimbaar zijn. Als het niet meer beklimbaar is, dan stop ik. Laten we eerst even op onze map... Ja, zeker wel! Goed gedaan, Timon! Dankjewel! Goed gedaan! Hey. Oh! Dit spel... Zonde. Wat gebeurt er ook al? Moet ik nou nog een keer klimmen? Waar ben je opeens? Was je niet kijk nou wat er allemaal gebeurt, wat man! Wat gebeurt er nou? Ja! Ik heb hem nu ingedrukt. Help. Nee hoor! Nee hoor! Nee, je moet echt Daylight gaan spelen, wordt lachen, hè? Echt eng. Ah! Dit moet gebeuren, want er staat gewoon climb op. Some objects can be climbed! Hé, hey, ik kan echt wel klimmen hoor! Ik kan zeker eens... Dit is gewoon fout aan het spel, want je gaat er echt doorheen. Oh no. Oh, duw het! Waarom kun je er dan opklimmen? Ja. Wat is dit nou voor spel? Ja, stinkend spel is het. Echt een stinkend spel. Je kan overal klimmen, maar nee hoor, je moet per se op dit ding klimmen. Echt dit is echt ongelooflijk. Huppakee. Leuk spel hoor. Pas op, dat is een plankie. Ik sprint er gewoon overheen. Als jullie het super eng vinden, kruip er maar dicht tegen elkaar aan hoor. Pak dat handje van degene naast je maar vast hoor. Heel goed. Onzichtbare knop. Onzichtbare knoppen. Hier ben ik ook nog niet geweest, dus. Ga gewoon even kijken. Even kijken, nee.
Heb je even een blik geworpen? Heeft iedereen het gezien? Oké. Pak thuis ook gerust je glowstick erbij. Want zodra die beat erin komt, gaan we los. Dan moet je gaan. Het is maar een korte tijd dat we dansen. Hè? Omdat we wat blessuregevoelig zijn. Dus we houden het kort. Hallo. So do you. Ik vind het wel eng hoor. Ja, ik vind het wel een beetje te eng. Als Timon dan niet bang is met het spel, dan weet je echt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Ja, dit gaat gewoon heel verkeerd. Oh god, what's that? Een telefoon. Oh nee, wat is dit? Oh. Een telefoon! Kijk, dat is zo'n een van die jongeren, weet je wel. Dan zijn ze alleen die nieuwe mobieltjes inside gewend. Inside joke. Wat dan? Nou, niet inside joke, gewoon een joke. Glowstick. Glowstick? Die heb ik ook altijd in mijn huis opgeborgen. Als nu rondjes aan het lopen waren, dan had ik het ook niet doorgehad. De deuren zijn dicht, dus ze mogen me nu al eens een keertje laten schrikken, zodat ik denk dat het spel misschien een beetje eng is. Ik kan ook wel even een lekker tukkie doen. Een lekker tukkie, heb je zin in een tukkie? Ik heb zin in een tukkie. Oh, maar die herrie gaat het niet lukken. Okay, volgens mij was het een slaapfeestje en wij waren weer niet uitgenodigd. Maar het is altijd hetzelfde met die spelletjes. Wij worden nooit ergens uitgenodigd. Hier, weer een slaapfeestje. Dus dat is een tweede keer dat we meemaken. Ja, maar meemaken. Dat is dan meer die psychologische horror. Want dat moet je niet aan denken dat je niet wordt uitgenodigd op zo'n feestje. Ja, inderdaad. George. Hoe de meter op? Hé, hey, we zijn een rondje gelopen, of niet? Nee. George! Heb je nog een van je knuffeldieren mee, zodat we door die deur kunnen? Oh, mevrouw. Hoor ik geluid van die mevrouw? Ja. Meneer? Je hoeft alleen maar meneer te dat zeggen. Dat noem ik nou. Te heet onder de voeten. Ja. Die piepte er tussenuit. Oh. What the fuck is this? Technology! Sigil is here. Wat heb je opgepakt? Ja, sigil. They will possess you. Nou. Zou ik wel naar vinden, hè? Zou een vervelend momentje zijn. Oké, dan gaan ze achter je rug een beetje over je hebben, weet je wel. Ja, dat vind ik ook vervelend. Kijk, ik heb geen vuurtjes meer, makker. Ik kom weer zo'n beest. Ik weet het niet. Ik weet het wel. Missen we een beest? Ja. Hier staat hij. Maar ik heb geen vuurtje meer. Ah, laat die man lekker. Hier zijn we niet geweest. Ja, ik heb geen vuurtjes meer hoor. Ik ga nu gewoon blijven staan. Of sprint voor je leven als er een komt. Oké, ja. Dit heb ik niet eerder gezien. Sleutel. Heb je de sleutel te pakken? Ja. Wat was het deze keer? Een facepalm te krijgen. Alright then. Up to the door. Doe nou eens rustig op die trap! Ga je nu goed? Ja. Zeker weten. Behalve dat hij doodloopt. Voor de rest. Als er nu een spooky komt. Kijk, die beentjes zijn goed afgetraind. Daar moet je geen zorgen over maken. Kijk, dat doe ik dan ook niet meer. Hier begonnen we volgens mij. Je moet hier wel echt heen volgens mij. Hè? Anybody there? Is er iemand? Nee. Dat ik zo meteen moet niezen, moet je me niet kwalijk nemen. Dat kan ik niet beloven. Timon. Oeps. Stond daar iets of spartel ik hem gewoon uit het niks? Oh, we zijn er hoor. Hebben we het gehaald? Ja.
Hoe zijn we er nou gekomen? Ja, dat weet je niet. Moet je ook geen vragen over stellen.